Sinds de wandelweekend. Sander die is er helemaal klaar voor. Zo, welkom bij het Soester Wandelweekend. Vandaag hebben we de Soester Duinentocht. Wij doen 30 kilometer. En wij hebben er zin in. 30 kilometer. Het is droog. Zwaaien naar mijn fans. Ja. Muzikale ondersteuning onderweg. Wij lopen nu richting het paardenkamp. En die hebben daar een oude boerderij allemaal opgeknapt. Het is ook een museum. En dat is wel erg leuk om een keer te bezoeken. Het is gratis. En dit pad is wel leuk. Ik hoorde vroeger bij de boerderij van mijn ouders. Dus ik heb hier heel vaak gelopen. Maar dan moest ik achter de koeien aan. Bijna hetzelfde. Nou, dit is dus de boerderij van die van mijn ouders is geweest. En hier links is de mooiste plek. Waar wij 2,5 maand geleden getrouwd zijn. Hier. Hier hebben ze de Korte Duinen. Hier een superleuk bungalowpark. Met het gevoel dat je in een soort van kabouterhuisje slaapt of zo. Hobbithuizen. Je nadert een stempelpost. De eerste van vandaag. Nog maar 5 te gaan. Ja. Checkpoint! Oh nee, stempelpost. We zijn weer in Nederland. Stempelpost. Lekkere krentenbollen, dankjewel! En door! We lopen nu een park vliegbasis op. Vroeger was dit, hoorde dit bij de basis die hier in Soesterberg zat, de luchtmacht. Maar nu is het een mooi park geworden waar allerlei dieren leven. Het is ook volgens mij pas net weer open, want het broedseizoen van de veldmeeuwerik, heb ik gisteren ergens gelezen, is weer voorbij. Dus we kunnen weer over het vliegenpark lopen. Hier aan de rechterkant, dit zwarte gebouw, is het Militaire Museum. Aanrader, mocht je er tijd over hebben. Erg mooi gezet, heel ruim. En ja, leuk museum. Met daarboven aan zie je een uitkijktoren waar je over dit hele vliegbasispark heen kunt kijken. Wij lopen weer samen met de 20 kilometer, dus onze kleine ommetje van 10 kilometer hebben we gehad. Dus nou, we zijn over de helft. Het gaat helemaal goed komen. Alleen jammer dat ik mijn zonnebril voor niks heb meegenomen. En natuurgebied De Palts. Inmiddels van Herman van Veen. Geeft hier ook... Of er worden regelmatig concerten en dingen georganiseerd hier door hem. Of door zijn stichting. En er zit hier ook nog een leuk grappig dolfje achter. Die zit hier, tussen de bomen door. Met in het midden de grot van de Kluizenaar. Waar je natuurlijk naar op zoek moet.
Hierbinnen is een klein filmzaaltje waar Alfred Jodocus Kwak wordt afgespeeld. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Wel zonder geluid, dat is jammer. Oh nee, met. En we zijn weer terug bij de duinen, maar dit keer de lange duinen. En de hei staat vol in bloei. Achter de duinen. En zoals je kan zien, een lekker miseregentje. Je nadert weer een stempelpost. Dit is Openluchttheater Cabrio in Soest. En hier hebben ze echt wel leuke optredens. We hebben Bluff hier gehad en Nick en Simon. En... Nick en Simon. Nick en Simon. Dat is niet leuk. Je moet ervan houden. Ja. Live muziek. Oh nee. Dit is bijna vinyl. Play Again Sam, denk ik. Ja. De Via Cabriola. De Soester Windhond. Een verrassingspost. Door de molen heen. Surprise! Nog 1 kilometer, veel plezier! Nou, dat gaat ons lukken. Oh. We krijgen ook nog een snack, komkommer. Wat? Van Appie. En dat regent best wel hard inmiddels. Met nog 1 kilometer te gaan, kunnen we alvast een soort conclusie opmaken. Voor ons was het een hele leuke wandeltocht. Wij komen uit Soest, maar toch hebben we echt wel veel plekjes gezien waar we nog nooit gelopen hadden. En het was super goed aangegeven. Super geregeld. Bij elke post kregen we wel een snackie. En ja, wij denken zeker wel dat ook de highlights van Soest die hebben gezien. Dus jammer dat ik mijn zonnebril mee heb. Maar het was een erg leuke tocht. Wij lopen nog even de laatste kilometer, zo even over die finish nog. En dan voetjes omhoog, zodat we er morgen weer 30 kunnen. En dan gaan we door de Baarnse bossen. Dus tot de volgende vlog. Doei. Het is, kijk, als je denkt dat dit je vakantie is, dan is het niks. Maar voor wandelen is het prima. En hij kan... Ben het gehaald. Gefeliciteerd. Dankjewel.